Ja, kakelende. Ja. Dat was het dan, dit is het. Afgelopen. Ja. Ja, maar ja, moet je horen. Hè. Oh, het is ook wat als je dus een politieke partij eerst naar 24 zetels brengt. Hè? Ja. En daarna, in no time, terug naar een zeteltje of 10 nu. En misschien nog wel minder. Straks. Dat is natuurlijk ook een hele mooie, vreemde kwaliteit als je dat hebt. Nou ja, en dan is het misschien ook wel tijd om een beetje dat te doen. Dag, allemaal. Ja, en nu zeg jij dan, kakelende, zeg je van ja, eigenlijk, los van mijn gezin, hè, die vinden dat dus niet zo leuk allemaal, wat er gebeurt. Maar jij schrijft het ook toe aan vrouwenhaat. Jij zegt dan van ja, het is mij gewoon niet gelukt vanwege de vrouwenhaat in Nederland. Nou, dat is echt zoveel flauwekul, kakelende. Ja, nee, dat slaat echt nergens op. Nee, want het begon al bij de formatie. Toen was jij heel erg vervelend, ben je misschien vergeten. Maar toen was je heel vervelend, ja. Want eerst wilde je constant maar met links en met GroenLinks en met Partij van de Arbeid. Terwijl de uitslag had aangegeven, de mensen willen naar rechts. En toen je daar eindelijk overheen gestapt was, toen wilde je niet meer met de ChristenUnie en uiteindelijk weer wel. En kortom, je hield het hele land gegijzeld met je gedoe. Ja. Dat ben je misschien vergeten, kakelende. Ja, maar zo is het wel. En toen het kabinet begon, toen kwam jij met het verhaal van oh, maar nu komt er een hele andere bestuurscultuur. Ja, nieuw elan, dat gingen we zien. En transparant. Nou, kakelende, wees nou eens eerlijk. Hè? Als je daar nou op terugkijkt, wat hebben we daar nou van gezien? Nee, helemaal niks toch? Nee. Volkomen mislukt, ja. Dus al die beloftes, dat is er allemaal niks geworden. En daarna, ja, toen ging je een beetje arrogant zitten doen. Ja, want je ging maar blijven drammen ook op dat klimaat. Zo van ja, en de mensen die hadden het moeilijk financieel, hè, door de energie toen en met dure boodschappen. En jij bleef maar vertellen van ja, maar het gaat om het klimaat. Daar moesten wij ons mee bezighouden. En dat legde je dan gewoon uit, hè, aan ons, het gewone volk. Hè? Dat wij ons gewoon niet zo druk moesten maken over of we wel ons gingen redden. Iedere dag, financieel. Nee, het ging, het ging om het klimaat. Ja. En daaruit, uit dat geneuzel, daaruit bleek dat je totaal geen empathie had. Met mensen. Nee, totaal ook geen grijntje gevoel. Wat er zich afspeelde in de Nederlandse samenleving. Nee. Nee, helemaal niks. Jij zat daar in je ivoren torentje, zat jij een beetje allerlei plannetjes te bedenken voor Nederland. Nou, en daar zat Nederland helemaal niet op te wachten, kakelende. Nee, en eigenlijk vond je het ook helemaal niks dat je in die Nederlandse politiek terechtkwam. Heel snel had je al zoiets van, ja, maar daar ben ik eigenlijk te groot voor. Ja, ik zie nog zo'n Kamerlid die ging vragen stellen over het ministerie van Financiën, van dingen die in het verleden waren gebeurd. En toen zei jij gewoon zoiets van, ja, maar in die periode hield ik mij met hele andere dingen bezig. Toen was ik bezig om de oorlog te voorkomen tussen Libanon, ja, en Israël. En ik was chemische wapens aan het opruimen in Syrië. He, zo van, jij bent bezig met je provinciale dorpse politiek. Maar ik ben de bespeler van het wereldtoneel. Ja, kakelende. Zo zat dat en zo zit het. En dat gevoel, dat kregen wij constant. Ja, dat je zwaar onder jouw niveau speelde. Jij was Premier League.
Ja, jij hoorde niet thuis in de keukendivisie. Nee. Kakelende. Ja, en daarom is het eigenlijk allemaal misgelopen. Gewoon op al dat soort zaken. Ja, en vergeet dat nou even niet. Hè? Maar vergeet wel dat rare idee. Ja, van vrouwenhaat.